Hallo, leuk dat u kijkt naar Link Media. Ik sta hier vandaag met Nathalie Lemmen en Debbie Koolman. Want aanstaande zondag 4 februari vindt het jaarlijkse 1-akte festival plaats. Het festival wordt sinds 2013 georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Brielen door en voor amateur toneelgroepen op voorneputten en Omstreken. De deelnemers van dit jaar zijn Sint Leonardus, Helvetia de Comedianten, de postillon en uiteraard Toneelgroep Tios. Het toneel is ons streven. Opgericht in 2 september 1986, bestaat uit 10 leden. Vandaar dat jullie hier gezellig vandaag zijn. Van harte welkom. Bye. Hebben jullie al eens meegedaan aan het Eén acte festival Jazeker, Tios doet ieder jaar mee. En dat vinden we superleuk. Al vanaf 2013, dus Jazeker. al tiende editie geloof ik. Ja, absoluut. Geweldig, super. Uh, en uh, kan je alvast wat vertellen over het onderwerp van het Eén Festival? Zeker. Uh, er is niet echt een vast onderwerp waar we ons aan moeten houden dit jaar. Uh, maar onze titel uh, verraden het al een beetje: Fout Out. Uh, en daar gaat het ook een beetje over. Superleuk stuk, gecreëerd eigenlijk door onze eigen Nathalie Lem. <laughs> zowel onze voorzitter als onze regisseur. Uh, voor zowel voor het Eén Festival als het afgelopen stuk. En ook het komende stuk gaat uh, Nathalie ons weer uh, regisseren. We gaan het ook weer zelf creëren. Hebben we het nu ook gedaan. Uh, daar hebben we super veel zin in. Leuk, fantastisch. Uh, ja, nou, regisseur zei ze al. Hè? Ja. Dus uh, ja, dan vraag vraag aan jou. Hoe kom je aan inspiratie voor een show? Ja, goede vraag. Ik vind het het allerleukste om te kijken wat er uit de groep komt. Je zei uh, tien leden. Nou, we bestaan gemiddeld uit tien leden. Er is wel eens wat, uh, wat wisseling. Er gaat wel eens iemand weg en dan komt er weer iemand bij. En iedereen is welkom. Dus dat betekent ook dat we elke keer opnieuw kijken van nou, wat voor groep hebben we. Uh, en daar een stuk mee maken vind ik het allerleukste. We hebben traditiegetrouw gaan wij op toneelweekend met elkaar. Dat is rond, uh, nou, ergens in januari, februari of maart. Maar net wanneer de agenda's het toelaten. En uh, dat hebben we het afgelopen jaar als soort kick-off gebruikt uh, uh, voor het stuk. Dus ik had eigenlijk het hele weekend door opdrachten voor de groep. En uh, dan komt er uit improvisatie komt er vanzelf een verhaallijn. Dus, uh, uh, en op een gegeven moment bleef gewoon goed het uh, uh, onderwerp hangen van Jenny in dit geval. Dat was onze, uh, onze hoofdpersonage. Zij woont in een, uh, in een huis die open staat voor alles en iedereen. En er woont ook van alles en nog wat woont in dat huis. En wat haar beweegt en uh, hoe zij in het leven staat, daar ging uiteindelijk ons stuk over. En dat was afgelopen november. En al die personages waren fantastisch. Debbie speelde Anita. De, ja, misschien <laughs> leuk om zelf even te vertellen jouw rol, want hij is ook van, voor nu nog van toepassing. Ja, ja Anita, superleuk om te spelen. Echt zo'n uh, een echte Anita. Wat je erbij bedenkt, dat is het ook. <laughs> uh, een echte uh, uh, regelneef, huismus, houdt alles in de gaten, uh, zorgt dat alles aan kant is, maakt zich druk om alles. Is niet altijd even slim, mm -hmm. maar het gebeurt. Uh, wil enorm voor Jenny ook zorgen. Dus ja, leuk karakter om te spelen. En uh, ja, er zitten allemaal leuke karakters in, dus dat is sowieso super leuk. En uh, ja, je zei het al even, het toneelweekend ook elk jaar weer. Dat is zo leuk. En naast dat het super goed voorbereid. En door gewoon leuke opdrachten uh, ontstaat er van alles. En dat gaan we eigenlijk komend jaar op deze manier weer doen. Dus uh, wij hebben zelf weer hele hoge verwachtingen <laughs> van het komende stuk in november. En ja, wat er verder allemaal gaat gebeuren op het e Festival, dan moet je komen kijken. <laughs> we doen altijd mee aan het één acte, maar het zit relatief kort op ons hoofdstuk, zeg maar. Wij uh, treden gemiddeld op in november en dan december zitten we in de afronding en dan vraagt de organisatie van het één acte al van wat gaan jullie doen, wat gaan jullie doen? En eigenlijk zijn wij dan altijd nog een beetje aan bijkomen. Um, dus we maken vaak iets en nu vonden we de, de personages die zijn ontstaan in het afgelopen stuk, dus rondom Jenny in dat huis, zeg maar, daar zijn we op uh, verder gegaan. Dus eigenlijk maakt Jenny dit keer een soort nieuw avontuur mee. En de spelers die dus ook mee wilden doen, want niet iedereen kan uh, op die zondag uh, 4 februari uh, meedoen, uh, hebben we een nieuw, uh, een nieuw avontuur van Jenny gemaakt. En dat vinden wij eigenlijk het allerleukste. Misschien is het ook nog even leuk om te vertellen. Uh, het Eénokte Festival voor ons, voor TIOS, is echt een uitje. Mm -hmm. Wij vinden het verschrikkelijk leuk om die zondag, of, of het is al twee dagen geweest, met allerlei verschillende groepen lekker aan de slag te zijn. Met een hobby, onze passie, hè, die delen we met elkaar. En daarnaast krijg je van een vakjury ook altijd een juryrapport. En dat is natuurlijk superleuk. Er staan altijd punten op. Ofwel dat je een complimentje krijgt, ofwel een tip waar je wat mee kan. En dat vinden we eigenlijk het aller, allerleukste van het hele Ene Festival. En dat we hem dan ook wel eens winnen. Ja, dat is leuk. <laughs> dat, tuurlijk is dat leuk, dat zal ik niet ontkennen. Maar ons motto is vooral uh, lekker weer bezig zijn met allemaal gepassioneerde mensen voor de toneelwereld. Je kan dus een juryprijs winnen geloof ik en een publieksprijs. Uh, hebben jullie die al eens gewonnen? Ja, we hebben twee keer recentelijk uh, de juryprijs gewonnen. Ik krijg geen mooi beeldje, <laughs> is toch leuk. En uh, in het verleden, maar het collectief geheugen zat aan die kant. In het verleden <laughs> hebben we hem ook een keer gewonnen, maar daar was ik niet bij. Was jij daarbij? Ja. Nou, ik, dat was eigenlijk mijn eerste stuk dat ik erbij was bij Theos. En uh, als ik het goed herinner, heette dat in de circus tent, en was het ook een verschrikkelijk leuk stuk. En daar heb ik dus vooral geholpen achter de schermen. En daarna ben ik mee gaan spelen. En dat is echt wel alle hele tijd terug. Dus, um, maar naar mijn herinnering was dat de enige keer dat we hem in het verleden gewonnen hebben. En juryprijs zou best wel eens kunnen, maar dat weet ik ook niet meer. Nee. Nou, vroeg ik mij dus inderdaad af, want je zei al, um, voor Tio's is het echt een uitje om daar aan ja. mee te doen. Uh, blijft het nog wel eens spannend voor jullie? Altijd. Ja. Um, maar wel de spanning die we graag willen. Want daarom doen we ook gewoon mee. Het moment, hè, dit keer zit ik boven bij de regie. Is echt, dan ben je even ver van de groep vandaan. Dus dan moet je het doen uh, uh, met de technicus die naast je zit. En altijd heb je dan ook die spanning in je buik. En ik weet dat dat voor de spelers net zo is. Maar dat is wel. Uh, op het moment dat je opgaat of op het moment dat zij dan nu opgaan, ja, dan valt dat weg. Want wat ik wel heel mooi vind aan de manier waarop wij werken, is uh, we houden ons niet vast aan uh, um, jij zegt dit, ik zeg dat. En als zij iets niet zegt, dat het dan stilvalt. We werken echt vanuit uh, bijna improvisatie. Wat uiteindelijk, omdat je het meerdere keren doet, is dat de vaste scène. Maar daardoor weten de spelers zich heel erg goed te redden. Als je even nou ja, struikelt over een zin of iemand komt iets later op. Ik bedoel, het gebeurt allemaal, we doen het erbij. Hè. We zijn geen professionals die dag in dag uit dit aan het doen zijn. Uh, maar dat, dat blijft voor het publiek heel comfortabel. Omdat de omdat spelers zijn gewoon heel relaxed op dat podium. En weten welk verhaal ze willen vertellen. Ze blijven het ook spontaan. Ja. Ja, ja, dat is wat we eigenlijk bijna altijd wel meekrijgen vanuit de jury. Is dat het... Uh, het spelplezier, het spelplezier ja. ja. Dus het is niet altijd uh, uh, wat de jury zoekt, of het past niet altijd bij de opdracht, of eh, er zijn altijd honderdduizend dingen. Maar wat bijna ieder jaar terugkomt is het spelplezier. Nou, en dat is eigenlijk voor ons het grootste compliment wat we kunnen krijgen. Absoluut. Ja, daar sluit ik me helemaal mee aan. Ja. Nou, geweldig, ja super. Want uh, mijn volgende vraag was: wat vinden jullie het allerleukste aan de show voeren? Maar ik denk dat ik bij deze het antwoord <laughs> al een beetje gehad heb. Het publiek entertainen, maar vooral als je het dan terugkrijgt dat je dat op zo'n leuke, spontane manier over kan brengen. Dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja. ja fantastisch. Ja, En je zei het al een beetje, hè? Uh, nieuwe show komende november. november Ja, november gaan we weer opvoeren. Hè? Dat is het streven. Uh, meestal spelen we wel in die periode ons eigen hoofdstuk. Um, ik weet alleen niet zeker welk theater dat dit jaar gaat worden. dat Allemaal nog open. Het ligt nog open ja. Meestal spelen ja. we dan in het Bres in Brille of uh, Twee Hondjes, Hellevoetsluis. We hebben ook wel eens een Spijkenissen gespeeld in de kleine zaal. Uh, maar helaas is dat vaak uh, gewoon te kostbaar. En uh, wijken we uit. En ja, die andere twee zijn ook super leuke theaters. Dus daar spelen we ook heel graag. Ja, ja, ja fantastisch. Ja, dus uh, Voor degenen die nu uh, ontzettend nieuwsgierig zijn geworden. Uh, Komende zondag 4 februari 2024. Het uh, start om twee uur en het eindigt om half zes. Het stuk duurt ongeveer een half uur, geloof ik. Ja, max. Alle stukken duren max een half uur. Wij zullen rond 20 minuten zitten, denk ik. Uh, ja. Oké, okay, prima. Ja, en als ik het mag verklappen, ik heb er al een stukje van gezien ja. en ik kan beloven, het is ontzettend leuk. Ik heb echt genoten. Misschien is het nog even handig om te vermelden waar ze de kaartjes kunnen bestellen. Ja. Uh, dat is eigenlijk via de site van uh, CultuurhuisBrielen.nl. Nee, bijna. ik ben in de buurt, maar Nathalie weet het beter. <laughs> <Terug in Nathalie. lacht> Als je gewoon even gaat naar Bresttheater.nl uh, en daar de kaartverkoop opzoekt, dan uh, vind je vanzelf het één Acten Festival. Ja, <laughs> ja fantastisch. Ja, nogmaals uh, bedankt voor het komen en uh, ik wens jullie alvast staande zondag heel veel plezier. Dank je wel. En nog even leuk om te benoemen: waar kunnen de kijkers jullie vinden? We hebben een actuele Facebookpagina die gewoon te vinden is onder TIOS. En uh, daar staan ook in ieder geval mijn gegevens om, uh, om ons te bereiken. Want we willen heel graag nieuwe leden erbij. We zijn altijd op zoek naar extra spelers. En als je het leuk vindt om ook te helpen achter de schermen of om gewoon eens te weten hoe zo'n toneelgroep nou werkt, kom vooral langs. We repeteren. Altijd, dat is wel een altijd op dinsdag. <laughs> Vanaf 8 uur in Spijkenissen. En dan uh, ben je van harte welkom. Kom gewoon kijken. Ga die drempel nou eens over. Kom dan nou gewoon eens kijken. Want het is super leuk. En dan kan je altijd nog kijken wat je wilt.